vandaag voor de eerste keer een taartvideo voor jullie. Ik ga in deze video laten zien hoe ik de taart heb gemaakt. Ik vind hem super vet geworden. Het is een hersentaart in het teken van Halloween. Hij is weer toevallig voor Nanne voor in de ochtendmix voor in een aflevering. De taart is af. Ik ben heel erg tevreden. Vergeet vooral niet om te liken en te abonneren, want er komen dus meer van dit soort video's aan. Eén keer in de maand ga ik hier op deze plek staan en ga ik een taart voor jullie maken. Hebben jullie ideetjes over wat voor taarten jullie willen zien? Laat vooral even een reactie achter. Dan kan ik daar naar kijken en dan kan ik misschien een taart voor jullie maken. Ik ga nu in ieder geval beginnen met de taart. Hij is hier af, maar jullie gaan nu zien hoe ik hem heb gemaakt. Voordat we beginnen met de cake moet ik natuurlijk wel aan jullie laten zien wat jullie allemaal nodig hebben om deze taart te maken. Ik heb hier op tafel allerlei dingen neergelegd die ik ga gebruiken zometeen. En ik zal even kort aan jullie uitleggen wat het allemaal is. Ik heb hier poedersuiker, daarmee rol je het fondant uit. Ik heb hier het fondant liggen, dat is een kleur van je hersenen, een beetje licht roze. Dan heb ik hier een spuitmondje, dat is zometeen voor de botercrème. In deze beker heb ik wat mesjes zitten en wat tools om wat dingetjes aan te brengen. Dus wat dingetjes te snijden en een beetje vorm te geven. Er zit ook een kwastje in, ik moet zometeen nog even wat water in het glas doen. Daarmee plak je namelijk het fondant aan elkaar. Dan heb ik hier nog een toeltje om de boel mee glad te maken. Maar ik zal jullie zo meteen laten zien waarvoor ik deze nu ga gebruiken. Dan heb ik hier nog wat spuitzakken. En dan heb ik hier nog een taartsnijder en wat mesjes. En als laatste een spateltje. En natuurlijk het allerbelangrijkste van allemaal is de cake. We gaan natuurlijk als eerste beginnen met de cake. Want zoals jullie zien heeft het nog niet echt de vorm van hersenen. Het is een ronde bakvorm die ik heb gebruikt. Het is 23 centimeter in de doorsnee. Ik heb voor deze taart red velvet cake gebruikt. En red velvet cake is natuurlijk rood gekleurd. En dat vond ik ook wel toepasselijk voor deze taart. Ik heb hem dus gebakken. Hij is uit de oven. Geef hem altijd eventjes de ruimte om goed af te koelen en ga dan pas aan de slag. Ik vind het best wel moeilijk om vanuit een ronde vorm hersenen te maken. Dus dat is een beetje oefenen. Dus misschien vind je dat zelf ook wel moeilijk. Normaal heb je gewoon al een kant-en-klare taart en kun je die gewoon meteen gebruiken. Maar nu moeten we echt zelf een vorm erin gaan maken. Daarvoor ga ik dus de messen gebruiken. Ik heb even een groot mes gepakt en een klein mesje. En ik moet een beetje kijken hoe ik het precies ga doen. Ik denk dat ik als eerste iets van de zijkant afsnij. En het is best wel eng, want je kan het er niet meer aanplakken. Nou ja, niet echt in ieder geval. Dus ik snij aan allebei de zijkanten eraf. Kun je ook meteen zien hoe die er van binnen uitziet. Mooi rood. Bewaar dit, gooi het niet weg, want het is zonde, je kan het gewoon nog eten. Ik denk dat dit ook een beetje de grootte is die we willen. En dan ga ik nu met het kleine mesje ga ik wat meer vorm erin geven. Het is toch wel moeilijker dan ik in eerste instantie dacht. Het is best wel lastig om die mooie ronde vorm te krijgen. Nou heb ik nu op zich best wel een basisvorm waar ik tevreden over ben. Hij loopt mooi af. Hier is hij misschien iets terecht. Maar je kunt het ook altijd nog een beetje redden met botercrème. Zometeen gaan we hem insmeren met botercrème. En dan kun je misschien nog wel iets meer van de vorm aanpassen hoe je hem zelf zou willen. Ik ben nu tevreden. Ik ga nog een paar kleine dingetjes eraf snijden. En dan denk ik dat we kunnen beginnen met de volgende stap. Ik heb mijn werkbank een beetje opgeruimd, dus we kunnen nu verder. Ik ben tevreden over de vorm, nog niet helemaal, maar dat ga ik zo meteen gewoon een beetje aanpassen met botercrème. Ik kan altijd nog een beetje bijsnijden als ik dat zou willen. Er komt zo meteen nog zoveel fondant overheen dat als de vorm een beetje anders is, dat het echt niet zo heel veel uitmaakt. Ik wil hier nog wel wat vulling in doen, dus ik ga de taart nu door midden snijden en dan ga ik er wat vulling in doen. Ik doe deze keer botercrème vulling. Je kunt er natuurlijk van alles en nog wat in doen, maar dat vind ik op dit moment het meest handig. Dan blijft hij ook het meest stabiel. Als je bijvoorbeeld een vulling zoals slagroom hebt, dan kan de taart nog best wel eens gaan zakken omdat hij best wel zwaar wordt. Dus ik ga hem nu door midden snijden. En dan ga ik de vulling erin doen. En dat door de midden snijden doe ik eigenlijk heel simpel. Daar hebben ze tegenwoordig een heel handig tooltje voor. Dat is namelijk gewoon een taartsnijder. Dat is zo'n dingetje. Je hebt ook wat bredere. Die zijn iets stabieler. Deze kan nog best wel eens wankelen. Maar voor een beginneling is dit eigenlijk gewoon prima. Je kunt hier op de zijkant verschillende maten instellen. Dan kun je gewoon even je taart zo neerzetten. En dan kijken hoe ver je wil snijden. Nou, ik wil hem ergens op de helft. Dus ik moet even kijken of ik hem wat hoger kan zetten. Kijk, dit is een stuk beter. En wat je dan doet, is dat je er gewoon heel langzaam doorheen gaat. Eigenlijk gebeurt het vanzelf. Je snijdt gewoon heel makkelijk door de cake heen. Het kan wel wat gaan kruimelen. En zoals jullie hier ook zien, komt er ook een stukje uit. Nou is dat niet zo heel erg. Dat kun je altijd nog oplossen. Maar probeer altijd zo voorzichtig mogelijk cake door te snijden. Dan haal je dit er voorzichtig af. En dan kun je deze laag vullen. Ik heb hier een hele bak met botercrème. Dat heb ik vooraf al gemaakt. En botercrème is eigenlijk niks anders dan poedersuiker en roomboter. Ongezouten roomboter. Wat je doet is 250 gram poedersuiker en 250 gram roomboter bij elkaar. En dat mix je dan door elkaar heen totdat het een beetje fluffy is. Ik heb al gewoon heel veel gemaakt, want ik gebruik het best wel vaak. Je kunt het best wel lang bewaren. Je kunt het ook in de koelkast bewaren of in de vriezer. Dus dat is gewoon ideaal om altijd alvast klaar te hebben. En ik heb hier een cake drum. En dat is een plaat waar je de taart op zet. Best wel een stevig ook. Dat is ook wel heel erg handig. En wat ik als eerste doe is wat botercrème pakken. En dat smeer ik dan op de cake drum. En dat doe ik zodat de taart blijft plakken. Als je hem er los op zet, dan kan het nog best wel eens gebeuren dat hij er vanaf valt. Dus je kunt gewoon best wel royaal erop smeren. Het hoeft niet netjes te zijn, want er komt toch een taart overheen. Maar doe er wel gewoon genoeg op dat je taart goed blijft plakken. Dit is de onderkant. Die leg ik erop. En dan zit hij eigenlijk meteen vast.
En om de taart te vullen is het altijd makkelijk om een spuitzak te gebruiken. Dan ben je even iets gecontroleerder en dat vind ik zelf altijd wat fijner werken. Ik heb hier een spuitmondje, die kun je gewoon kopen bij de taartenwinkels. En dit is een Wilton 2A. Dat is gewoon een rond dingetje. En wat je dan doet, is dat je de spuitzak hebt. Je knipt dan een klein puntje eraf. Dat dingetje doe je erin, zodat die op deze manier gewoon goed vast zit. En wat ik zelf altijd prettig vind, is om een extra spuitzak eromheen te doen. Dit zijn hele dunnetjes en het kan zijn dat als ik te hard knijp, dat die dan kapot gaat. Dus ik heb hier een tweede. En daar heb ik ook hetzelfde uitgeknipt. Die leg ik alvast klaar. En dan doe ik deze in een glas. En dan pak ik een lepel en haal ik gewoon het boterkrem eruit. En dat smeer ik op deze manier in. Dan duw je de boterkrem naar beneden. En wat ik dan doe is dus de tweede spuitzak pakken en dan gooi ik hem daar ook gewoon weer in. En wat ik dan doe is heel simpel. Je pakt gewoon je spuitzak en dan ga je gewoon de botercrème op de taart aanbrengen. En ik heb nu echt veel te weinig botercrème gebruikt. Dus ik pak gewoon even mijn spatel en ik ga daarmee verder. Probeer het wel overal zo evenwijdig mogelijk te verdelen. Anders dan krijg je dat je taart een beetje scheef gaat staan. Er zit ook best wel een lekkere laag in. Dus dan als je hem doorsnijdt dan heb je ook nog wat lekkers in het midden van de taart. Dus ik ga deze andere erop zetten. De vulling zit er nu in. Dan moet je even zorgen dat je de taart goed op elkaar doet. Dus dat je niet dat je taart een stukje naar links zit of naar rechts. Zodat die gewoon weer zo netjes mogelijk op elkaar zit. En dan gaan we hem afsmeren met dezelfde botercrème. Ik vind het het makkelijkst om een spatel te gebruiken. Pak gewoon een lik botercrème eruit. En dan ga je er gewoon zo overheen. Het kan zijn dat de cake een beetje meekomt. Dat heb ik nu ook. Zoals jullie zien komen er best wel wat kruimeltjes mee met de botercrème. Dat is helemaal niet erg. Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld twee lagen botercrème te doen. Dus dan doe je eerst een laag waar heel veel kruimels aan zitten. En daarna doe je er dan nog een extra laag overheen om het even wat netter te houden. Nou is het voor deze taart niet zo heel erg, want er komt echt nog heel veel overheen. Dus ik ga in ieder geval nu eventjes de hele taart insmeren. Ik heb hem nu bijna afgesmeerd, helemaal rondom. Ik heb op sommige plekken even iets meer botercrème gedaan om hem even iets ronder te krijgen. En dan moet ik alleen nog de voorkant doen. Gewoon heel voorzichtig werken. Niet te grof, niet te hard met je spatel. En gewoon heel rustig overal langs. Ik vind dit al een beetje op hersenen lijken. Nog niet echt hè, maar de vorm zit er wel goed in. Nog een klein stukje. Nog een klein stukje. Hier alleen nog een beetje. Oké, nou hij is voor de eerste keer afgesmeerd. Ik ga hem zelf in de koeling leggen. Want het is best wel belangrijk om je cake gewoon goed koel te houden. Botercrème is in principe iets wat buiten de koelkast bewaard kan worden. Maar als je ermee bezig bent, dan wordt het soms best wel wat zachter. Ik vind het best wel fijn om gewoon af en toe even de boel in de koelkast te leggen. Dan kun je ook ondertussen ook even alles weer schoonmaken en opruimen. En dan kan hij gewoon lekker afkoelen. En dan kan je daarna verder met je fondant. Dus ik ga hem nu even in de koeling leggen. En dan ben ik zo bij jullie terug. De cake heeft nu eventjes in de koelkast gestaan. Ik zou aanraden om tussen de 3 kwartier en een uurtje in de koelkast te laten staan. Ik ben tevreden, dus ik ga er niet nog een keer overheen met de botercrème. Het is nu tijd om het fondant erop aan te brengen. Maar eerst ga ik nog een groef door het midden maken. Want je hersenen bestaan natuurlijk uit 2 delen. Dus ik ga hier nog een lijn tussen maken, zodat die echt op echte hersenen gaan lijken. Ik pak nu weer mijn mesje en dan ga ik hier gewoon door het midden heen een beetje vormen. Een beetje de echte vorm erin maken. Het is best wel lastig om uit je hoofd dit soort dingen te doen. Dus hou voor het eigen gemak gewoon lekker een foto erbij of een ander voorbeeld, dat is gewoon heel fijn om mee te werken. Ik ga nu gewoon even eerst voorzichtig met het mesje door het midden heen. Zodat ik ongeveer een beetje het midden heb. Nou, ik zie dat ik al heel erg scheef ben gegaan. Maar het is hier niet zo heel erg, want er moet natuurlijk best wel een stukje uit. Heb ik net mijn hele werkbank opgeruimd. Ga ik weer kruimelen en de rotzooi maken. De keuken is altijd een puinhoop, of je kamer is een puinhoop in dit geval. De groef zit erin. Ik ga nu weer even de werkbank schoonmaken en dan kunnen we daarna verder met het fondant. Voordat we dat doen ga ik hier nog even wat botercrème smeren, want anders blijft het daar niet plakken. En anders zie je misschien toch even iets te veel van het cake. Dus ik pak nog even de botercrème erbij. En dan ga ik dat in ieder geval nog eventjes insmeren. De groef zit erin. Hij is nu klaar om bedekt te worden met fondant. Ik ga dus rechtstreeks beginnen met het fondant. Ik heb fondant van Funcakes en het is skin tone en dat kun je gewoon kopen bij de Leus Taartshop. Ik ga daar altijd heen en ik vind het gewoon dat ze heel fijne producten hebben. Ik heb voor deze taart maar liefst 3. En nog eens 3 gepakt. En ze zijn 250 gram per stuk. Dus ik heb aardig wat grammetjes aan fondant gehaald. Ik wist niet precies hoeveel ik nodig had. Dus ik heb in ieder geval maar gewoon wat extra meegenomen. Voor de zekerheid. Probeer dus een beetje in te schatten hoeveel je nodig hebt. Maar het is soms nog best wel lastig. Ik ga in ieder geval een pakje openmaken. En dan gaan we beginnen met de, hoe heet die dingen? Hersendrolletjes. In ieder geval al die hersentjes te maken. Ik zet deze eventjes aan de kant. En ik ga deze nu openmaken. En wat we zo meteen moeten doen is eigenlijk alleen maar rolletjes maken en die rolletjes dan aanbrengen op de taart. Dit ziet er veel gevaarlijker uit dan dat het is. Fondant openmaken. Zorg dat je werkbank echt schoon is. Ik zie namelijk hier nog wat kruimeltjes. Want als je hiermee dus door je cake krummeltjes gaat rollen, dan blijven die erin plakken. Dus let daarop. En was ook altijd even je handen voordat je dit gaat doen. Want dan weet je zeker dat je ook geen kruimeltjes meer aan je handen hebt. Dit is dus wat eruit komt. Is gewoon fondant. En het is heel erg kneedbaar. Het wordt ook heel snel gewoon heel flexibel en heel fijn. Kneed het goed door. En doe eventjes je sieraad af. Gewoon goed doorkneden. En als het nou aan je werkbank blijft plakken, dan hebben we daarvoor een hele mooie oplossing. En dat is poedersuiker. Haal altijd even wat poedersuiker. Misschien heb je nog wat over van de botercrème die je gemaakt hebt. Want als het aan je handen blijft plakken, is dat niet heel handig. Dus strooi gewoon wat op je werkbank.
En kneed dan gewoon lekker verder. Wat wel handig is om te weten, is dat fondant heel erg snel uitdroogt. Dus als ik deze nu hier neerleg en ik ga vervolgens verder met andere dingen, dan wordt het steeds harder en is het moeilijker om weer door te kneden. En als je nou een stuk niet gebruikt, zoals dit, dat ga ik nu niet gebruiken. Pak dan even een plastic zakje bijvoorbeeld. En dan doe je daar gewoon even de fondant in. Draai even goed dicht, dat er geen lucht bij kan. En dan leg je die gewoon even aan de kant. Dan droogt die in ieder geval niet uit. En dan kun je gewoon verder met deze. Maar hier moeten we dus een soort worstjes maken. Pak gewoon eventjes een stukje. En probeer het een beetje zonder naden te maken. Want omdat je gaat kneden, gaat er een beetje naden in zitten. Het is makkelijkst om eerst een bolletje te maken. Genoeg poedersuiker op je werkbank. En dan gewoon heel simpel rollen. Nou kun je dit met je handen doen. Maar wat wel een beetje een nadeel is, is dat je vaak je vingers erin ziet. Dus er komt een beetje ongelijkheid omdat je je vingers gebruikt. Probeer een beetje je handpalmen te gebruiken. Maar met dit toeltje, waar je normaal de taart glad mee maakt, kun je ook heel makkelijk dingen uitrollen. Doe je gewoon zo. En dan weet je zeker dat hij recht blijft. Nou is dat bij dit stuk een beetje onhandig. Omdat het best wel een grote rol moet worden. Dus ik ga nu gewoon verder met mijn handen. Maar dit is dus daar een heel handig toeltje voor. Als je gewoon een klein stukje hebt en je wil het niet met je vingers doen. Dan kun je het gewoon daarmee doen. Ik rol deze nu uit tot ik denk ongeveer een centimeter dik. Misschien ietsje dunner. Moet er natuurlijk wel een beetje realistisch uit blijven zien. En als je vindt dat hij te lang wordt, pak je gewoon een mesje. En dan snij je hem door de midden. Pak nu de taart erbij. En we gaan beginnen aan de voorkant. Dat is deze kant. Die loopt even wat ronder af. Je achterkant loopt wat plat. Eraf. En wat we dan gaan doen is eigenlijk heel simpel. We brengen gewoon deze erop aan. En we doen het een beetje ja, uit de losse pols. Dus je hebt niet echt regels. Je moet gewoon een beetje spelen met het fondant. En kijken of het een beetje er goed uitziet. Nou is het op het begin een beetje lastig. Omdat je voor de eerste keer moet inschatten hoe je het precies gaat aanbrengen. Maar hoe meer je van het fondant aanbrengt op de taart. Hoe realistisch het eruit gaat zien. Dus ga gewoon lekker verder. Blijf gewoon lekker rollen. En breng het gewoon rustig aan. Je kan altijd dingen er nog afhalen. Of een beetje verschuiven. Dus je kan eigenlijk alle kanten op. En je kan eigenlijk geen fouten maken. Het eerste stukje zit er nu op. En nu gaan we verder met de rest rollen. Ziet er al best wel goed uit, toch? Al zeg ik het zelf. Ze zijn er trouwens nog heel erg saai, de hersenen. Maar uiteindelijk worden ze heel erg bloederig. Want natuurlijk in het teken van Halloween. Maar dat zien jullie zo meteen. Ik ga verder met deze rollen. En dan ga ik hem helemaal bedekken. Ik ben lekker aan het rollen. Dat is eigenlijk het meeste werk van de taart. Valt eigenlijk ook heel erg mee. Het is heel erg makkelijk om te doen. Niets hoeft perfect te zijn. Het zijn namelijk hersenen en die kunnen alle kanten op. Dus je bent gewoon lekker bezig, lekker ontspannen. We zitten op de helft. Nu moet ik deze kant nog doen. Voor nu ben ik echt al super tevreden. Het ziet er echt heel freaky uit. En als jullie zien hoe die uiteindelijk wordt, dan is hij nog enger. En probeer dan om het patroon niet te kopiëren vanaf de andere kant. Het is heel moeilijk, want dat doe je eigenlijk al heel snel. Want je ziet al een bestaand patroon lopen aan de ene kant. En dan denk je, oh, zo kan ik het inderdaad ook doen. Maar probeer dat een beetje niet te doen, zodat je hersenen een beetje gevarieerd blijven. Want zo zijn ze natuurlijk ook in het echt. Ik krijg hier echt spierballen van, jongens. Echt, wow. Zo, krulletje hier. Ik ben nu op 3/4 van de taart ongeveer. Kijk, ik moet alleen nog dat hele kleine stukje daar. Het is echt heel erg leuk om te doen. Juist omdat het zo losjes is. En je maakt er een leuk krulletje in. Ta-da-da-da. Hoe gaaf is deze taart? Super vet. Ik had echt nooit verwacht dat het er zo goed uit zou zien. Heel vet. Het kwam op zich al precies uit. Ik heb dit stukje nog over. Nou, kun je dat bewaren. Je kunt het ook gewoon lekker opeten. Het is heel erg lekker en heel erg zoet. Niet zo heel erg goed voor je buik of voor je benen of voor je billen. Maar af en toe moet een stukje kunnen. Het enige wat er nu nog moet gebeuren is de taart bloederig maken in het teken voor Halloween. En eigenlijk is dat heel simpel. Je hebt van die potjes met zaadloze jam. Dat betekent dat er geen pitjes in de jam zitten. En hetgeen wat je dan moet doen is gewoon er overheen strijken met de jam en een kwastje om de hele boel wat bloederiger te maken. Voordat je dus de jam uit het potje er meteen opsmeert, haal hem even door een zeefje heen. Dan weet je zeker dat ook alle vruchtjes eruit zijn. Als je dus een potje koopt waar wel de sides erin zitten, zou ik hem ook even door de zeef heen halen. Je pakt dan gewoon een kwastje en brengt gewoon het bloed eraan. En het is ook wel leuk om nog op het cakebord, op de cake drum, ook wat bloed neer te leggen. Dan ziet het er net allemaal iets echter uit. Ik ga hierbij de taart afsluiten. Ik ben in ieder geval heel erg blij met het resultaat. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Het is natuurlijk de eerste video in deze studio. Dus ik ben sowieso heel erg nieuwsgierig wat jullie ervan vinden. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij de volgende video. Doei!